Dames en heren, is hem al. Tilbus. Ja, we zitten hier zo lekker voor te kletsen. Het is gewoon een hele fijne dag volgens mij vandaag. Zowel binnen als hopelijk ook buiten. Ja joh, we gaan er weer een leuke middag van maken. Willemien zit aan tafel. Esmalala en we hebben Tony, daar komen we zo bij. Die zit hier al klaar om ook iets te vertellen. Wat leuk Esma dat je er bent. Goedemiddag. Ja. Fijn om te zijn. Hoe is jouw dag vandaag? Goeiedag vandaag. Goeiedag vandaag, nog bijzonderheden? Nou, ik kom net van de opening van een project in Fatima, waar een verzorgingstehuis is gerenoveerd en ook nieuwe gebouwen zijn gebouwd. En het leuke aan het verzorgingstehuis en de omgeving, het is echt een pareltje in Tilburg gaat het worden, ja. Waarin ouderen, jongeren allemaal bij elkaar wonen en samen met elkaar activiteiten organiseren en samen redzaam zijn. Dus Prins Heerlijk, De Wever, TBV Wonen, Contour de Twerren en een heleboel andere mensen die werken daaraan mee. En we hebben net echt een heel leuk feestje gevierd bij de opening. Oh, gaaf. Nou, dus het is echt een zorginstelling met een heleboel externe verbindingen. Ja, en dat wordt gewoon een soort mini-gemeenschap. En dat zag je ook allemaal samenkomen. Dus, en daar ben jij ook echt van. Hè? Je bent ook echt van de verbindingen. Maar daar gaan we vandaag allemaal naar luisteren. Want je hebt al heel veel gedaan om verschillende partijen met elkaar te laten werken. Ja, want hoe ervaar je dat tot nu toe? Je hebt dus nu we waren hier ooit en toen was het van, nou Esma, we hopen dat het allemaal goed gaat komen. En het kwam nogal goed. Je hebt een hele fractie achter je. Hoe voelt dat nu? Nou ja, ik was natuurlijk het afgelopen jaar, al moet ik zeggen het jaar daarvoor, natuurlijk op zoek naar mijn politieke thuis. Ik zei het al, ik ben overal welkom, maar nergens echt thuis. En dat thuis heb ik wel gevonden bij GroenLinks. En dat is heel erg fijn. Want je deelt dezelfde idealen en dezelfde onderwerpen die je belangrijk vindt. En je hebt vaak aan één woord genoeg. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om in verbinding te blijven met al die andere partijen. En als wethouder voel je natuurlijk het akkoord uit. Dus die verbinding, daar blijf ik me natuurlijk op inzetten. Vandaag gaan we hopelijk meer verbinden en ook groen speelt. Ik hoop dat het groene hart van GroenLinks ook nog een beetje klopt, want daar gaan we vandaag echt veel aandacht aan besteden. Yeah. Maar voordat we dat doen, hebben we Tony van den Hout. Nou, ik zei al Den Hout, dus dat is ook al een beetje groen natuurlijk. Maar Tony, welkom in de uitzending. Je zit hier om een bijzondere reden, hè? Ja, dankjewel in ieder geval. Ik zit hier om een bijzondere reden, namelijk ik zelf ga volgend jaar 2 maart 2023 een Lupus Walk doen. Ja, ik ga voor de lupus. Dat is een ziekte, een auto-immuunziekte. Dat heeft helaas mijn zus. Dat is eigenlijk de reden waarom dat ik een sponsortocht ga lopen. Ja. En dat gaat vanaf Kilnery, van West-Ierland, dwars door Ierland, dwars door Engeland, dwars door Nederland, afzakkend naar Duitsland, tot aan Passau. En dat is dan 2510 kilometer ongeveer. En hoe lang ga je daarover doen? Dat wil ik 120 dagen. Dus ongeveer 4 maanden. En dat houdt in dat ik elke dag ongeveer 20 tot 33 kilometer per dag loop. En dan 4-5 dagen en dan weer een dag 1 of 2 rust. Ja. Mooi zeg. Dat is een hele reis gaat het worden volgens mij. Ja, dat wordt het zeker. Maar dat is ook de bedoeling. En het doel is echt om geld op te halen voor de NVLE-fonds. Die verzamelt geld voor auto-immuunziektes. Ja. En ik loop dan speciaal voor de lupus. Dus hun pakken dat geld aan om voor allerlei onderzoeken te doen. Artsen te kunnen specialiseren. Om daar ook meer lessen in te kunnen geven voor onderzoek van hoe gaat de behandelmethode worden voor deze mensen. Is er een speciale reden waarom je deze route loopt? Ik ben een aantal jaren terug ben ik alleen door Ierland gereisd met een Engelse auto. Dus het was echt bizar, maar het was wel heel leuk. Alleen toen ging alles zo snel voorbij met de auto. Toen dacht ik van, nou, is er geen wandelroute door Ierland? Want ik wilde gewoon terug. Nou, toen kwam ik terecht op de E8-route. Deze Europese route die gaat van overal beginnen. Uit Finland of Zweden of uit het zuiden. En deze die liep ook door Ierland. Oh, mooi. En deze begint dan op een andere plek dan de Kilnery. Maar die eindigt in Turkije. Maar Turkije vond ik toch net iets te ver. Ja. Maar Tony, hoe werkt het nou precies? Want je hoort zo vaak dat mensen wandelen of fietsen voor sponsoren. En dan komt er ook veel geld. Maar hoe? Dan heb je dus heel veel publiciteit nodig. Ja. Om dat geld binnen te halen. Ja. En ben je daar al druk mee bezig? Want je zit nu hier natuurlijk ook niet voor niks. Ja. En hoe werkt dat dan?
Nou, ik doe dit niet alleen organiseren. Ik organiseer het samen met twee van mijn kinders, Joors en Femke. En zij zorgen voor de social media. En ik zelf ga wel bedrijven langs om sponsors geld op te halen. En hun zorgen dat het op Facebook, op GoFundMe hebben wij ook opgestart. Wij hebben nou ook, heb ik samen met mijn dochter georganiseerd, een benefietconcert. En daar dat geld, dat is natuurlijk ook wat we daarvoor ophalen, ook voor de lupus. Ja. Dus op die manier proberen wij allerlei, ook in bladen te schrijven, artikels, om maar bekendheid te maken aan de ziekte ook. Want het wordt vaak niet erkend, niet gezien. Want je ziet gewoon een gezonde vrouw van buiten. Maar van binnen zijn het, in mijn zus gevallen, zij heeft huidlupus. Dus zij krijgt ontstekingen in de huid. En als ze daar niks voor doen, dan gaat het verharden. En dan wordt het een spitse punt en die drukken op de zenuwen. Dus zij heeft ook elke dag pijn. Mm-hmm. Dus eet iedere dag pijnstillers en zo. En dat is dan kennelijk een hele bijzondere auto-immuunziekte waar nog niet veel onderzoek naar gedaan is. Nog te weinig onderzoek is gedaan in ieder geval. Ja, ze zijn wel voor het al een beetje op weg. Maar ze moeten nog vaak als proefkonijnen gebruikt worden om uit te proberen. Mijn zus heeft het ook gehad en toen kreeg ze een CVA. Dus een hersenbloedingje door de medicatie. Dus En eigenlijk, want het is voor jou helemaal een nieuw gebied. In een tv-programma zijn en erover praten. Of heb je dat er meer gedaan? Heb je daar ervaring al mee? Nee, helemaal niks. En daarom vind ik het zo stoer. Voel je dan ook een soort van gedragen door je zus? En het feit dat je daar een heel nieuw... Ook, het is voor jou ook, buiten je comfortzone nieuwe dingen proberen en uitgedaagd worden. Ja, ik ben ook altijd iemand geweest die achter de coulissen stond en nooit op de voorgrond. En nu ga ik eindelijk... met een wandeling. Ik heb ooit tegen Joris gezegd van... ik wil wandelen, maar wel met een bepaald doel. Joris zit daar. Ik wou zeggen, Joris zit hier. Ik ben niet direct te zien op een van de camera's, maar Joris zit er ook bij. Dus je hebt ook die steun hier gewoon live. Ja, tof. Ja. En toen kwam ik met dit idee. En dat vonden ze geweldig. En mijn dochter, dat is een tourmanager eigenlijk van beroep. Dus die zorgt voor de slaapplaatsen. Dus die gaat heel jouw tour managen. Dat is wel luxe. Ja. Dat is wel mooi. Ja, dat is zeker. En heel veel publiciteit tijdens de tour heb je ook nodig. Ja. Wij hebben contact met Lupus Europe. Dus dat is instantie in Engeland, Duitsland, in België hebben we ook contacten. En als ik in Engeland ben, dan proberen ze daar slaapplaatsen voor mij ook te regelen. En in Duitsland, daar worden nu nog contacten gelegd. Want die mensen die hebben zelf vaak ook lupus. Dus zijn de energie, want dat is heel erg beperkt bij deze mensen, die is laag. Kijk, en in Nederland is het nu makkelijker om te zeggen van... Hey, kan ik bij jou komen slapen? Dus dat is iets makkelijker. Heb jij toevallig ook een financieel doel in je hoofd? Dat je hoopt van, als ik dat doel zou behalen, dan ben ik al helemaal trots. Ja, wij gaan echt voor de 10.000 euro. Kijk, dat is het bedrag. Dat is het minimaal. Dan even, want we zitten bijna aan het einde. Dan moeten we er even... Hoe kunnen mensen de GoFundMe vinden? Of waar moeten ze op zoeken? Wat is de naam die ze moeten gaan googlen? Wij hebben een eigen website. De lupus, www.lupuswalk.nl. Lupuswalk.nl, ja. En daar kun je op storten. En goed voor die benefietconcert, die hebben wij ook nog voor kaartjes te kunnen kopen, kun je ook via die site. En dat is dit weekend al, hè? En dat is dit weekend. Dus dan moeten mensen snel zijn. Zondag, hoe laat waar? Om 14:00 bij Jan van Bezouw. Hey, in Goorlen. In Goorlen. Nou, dat is dichtbij genoeg. Dus dat helemaal tof. Daar moeten we naartoe kunnen. Daar lopen we naartoe. Dus Pieter, als ik het goed begrijp, is het www.lupuswalk.nl. En kan iedereen die nog een klein beetje kan missen daar een donatie doen, toch? Ja, zeker. Dat was top van u. Deze moet je straks even uitknippen en even op de website laten herhalen. Dus even met steun van Esmalala, klik hier. Kom. Leuk. Heel veel succes. Ik hoop ook, want ik ben zelf een keer in Ierland geweest en het was magisch. Ja. Dus ik hoop dat je een magische wandeling gaat hebben en dat je ruim over de 10.000 komt. Ik hoop het ook. Daar ga ik voor. Dankjewel. Nou Esma, stel jij moet nou een prachtig iets gaan opzetten en je gaat kilometers ergens verlopen. Is er iets waar je nu meteen eigenlijk zou willen zeggen, daar zou ik wel een heel lange loop voor willen gaan doen?
Ja, wat ik de afgelopen jaren heb gedaan en ook de komende jaren blijf doen, dat is de Nacht van de Vluchteling. Voor mensen die op vlucht zijn voor oorlog en geweld in hun huisland, dan vind ik dat we daar ruimhartig mee om moeten gaan. En dat doe ik bij al jarenlang met de Nacht van de Vluchteling en afgelopen, wanneer was het? Juli ook de Nijmeegse Vierdaagse gelopen voor Stichting Vluchtelingenwerk. Die is ook pittig volgens mij, toch? Dat was best pittig. Het was dit jaar van een vierdaagse naar een driedaagse gegaan. Maar maakte het niet minder pittig. Het is echt een heel eind om elke dag 40 kilometer te lopen. Dus echt alle respect voor de Lupuswok. Ja. Dus je staat eigenlijk voor heel veel zaken. Sta je een soort van garant. Zet je je voor in, ga je voor looplet in vuurlijk. En toen binnenkwam zag ik ook, je hebt een heel mooi speldje op. Ja. Maar mag ik vragen wat dat voor is? Ja, dat is de nieuwe regenboog teken voor de LHBTQ plus gemeenschap. We hadden natuurlijk de regenboogvlag en het tekentje, dat is voor iedereen bekend. Ja. Maar niet iedereen herkende zich in dat in de regenboog. Dus dat is uitgebreid. En we hebben vanmiddag, of vanochtend hebben we op het gemeentehuis ook de nieuwe vlag gehesen. En wat je ziet, ja, je kunt het nu niet zien, maar het zijn heel veel kleuren. Ja. En die veelkleurigheid vind ik weerspiegelen ook gewoon de veelkleurigheid van onze eigen Tilburgse gemeente. Gaaf. En wij vinden het ontzettend, ontzettend belangrijk. Ik kan dat niet vaak genoeg herhalen, zeker ook als wethouder diversiteit en inclusie, dat we belangrijk vinden dat in Tilburg iedereen meedoet, iedereen ertoe doet en het begint gewoon bij jezelf kunnen en mogen zijn. Nice. Nou, qua kleuren zitten we misschien meteen in de goede hoek. We vragen elke week aan Olly van zouden jullie met je team iets kunnen maken voor onze tafelgast? En ze konden bij jou maar aan één ding denken en dat is aan jouw lach. En daar hebben ze een t-shirt rondom gemaakt. Dus ik hoop dat je hem leuk vindt. Mag ik hem nu onthullen? Ja, we willen hem ook graag zien. De kleur is in ieder geval fantastisch. Die is een fantastische kleur. Past ook heel mooi nu bij wat je aan hebt. Heel mooi. En misschien mag je hem even de mensen thuis laten zien. Kijk. Hij is echt heel leuk. Esma lachlach. Ze zei waar jij ook komt. Als je het niet zelf aan het doen bent, dan laat je het andere mensen wel doen. Ja, dus ontzettend bedankt voor de mensen die je laat lachen. Dankjewel ook, Olly. Kijk, en nog iemand. We hebben iemand op de stoel ook klaar zitten die ook mensen wil laten lachen. Maar om hele andere redenen. En dat is Diebertje Vostenbos. Welkom. Hallo. Ha, Diebertje. Jij zit hier om twee redenen, maar laten we eerst eens beginnen met Senses of Change. Want dat vind ik zo'n interessant en boeiend onderwerp dat jij muzici aan het denken zet of betrekt bij maatschappelijke onderwerpen. En als ik het goed heb begrepen, dat ze daar een soort oplossingen voor gaan vinden doordat ze met hun eigen muziek bezig zijn. Heb ik het dan goed of zit ik er een beetje half? Klopt een beetje. Ik ben betrokken bij het festival Senses of Change inderdaad. Die gaat 1 oktober van start. En inderdaad, het is het idee dat muzikanten onder andere gaan laten voelen, gaan laten ervaren hoe we veranderingen kunnen gaan aanpakken. En wat je wel vaker hoort is dat er door muziek je gevoel zeg maar op een andere manier kan laten spreken. Dus het is soms heel moeilijk om er woorden aan te geven. En door je gevoel met de muziek te koppelen en mensen daarin mee te nemen, kan je wellicht een verandering in beweging zetten. Dat is het idee. Oh ja. En volgens mij zijn we toe aan veranderingen. Ja, zeker. Maar noem eens eventjes hoe dat werkt. Want ik zie muzikanten, muzici, die zijn altijd vol passie over een instrument. Maar jij verlegt de aandacht een beetje naar iets van een probleem. En dat daar dan een soort stroom op gang komt doordat je naar muziek luistert, die misschien kunnen helpen om iets te doorbreken of te veranderen of op te lossen. Nou, je kent het misschien van liefdesverdriet. Dat je het dan heel fijn vindt om je terug te trekken en muziek op te zetten. Mm-hmm. En dat is ook een bepaalde verandering die in jouw lichaam speelt. Waar je dan je eigen in kan vinden op dat moment. En momenteel in de maatschappij zijn er zoveel problemen. Ja, ik weet niet of ik ze allemaal op moet gaan noemen, maar ik denk dat iedereen ze wel kent of ervaart. En we willen daar op basis daarvan gaan kijken of we daarin beweging kunnen maken. En die link met muziek is natuurlijk dan een logische vanuit Sense of Change gedacht. Maar daar komt nog veel meer bij kijken. En er zijn heel veel projecten en initiatieven die ook mee aanhaken in de komende week. Op het gebied van vergroenen, het gebied van anders gaan denken. En we proberen eigenlijk de komende week bij verschillende mensen een zaadje te planten. Sommigen zijn er al mee bezig en heel veel mensen ook nog niet. En gaan we kijken of we dat kunnen bewerkstelligen.
En is er dan ook een muzikant die we echt in de gaten moeten houden? Of een nummer wat eraan komt? Ik zit heel erg met de muziek in mijn hoofd. Ik hou wel even van muziek ook. Dus. Nee, er zijn verschillende muzikanten die mee gaan doen. En we hebben, even kijken, op zaterdagavond gaat het van start. Tijdens de opening ook van het stadsbalkon hierboven. En ja, dan gaat er ook een muzikant gaat muziek maken op basis van de zonsondergang. Om 18:07 gaan we hem openen en dan is officieel de zon onder. En we hopen, ik weet niet, het weer is niet heel erg, heel erg best wellicht morgen. Maar we hopen eigenlijk dat we een hele mooie zonsondergang hebben. Ik denk dat we die vanavond wel hebben, dus het is eigenlijk heel jammer als het morgen niet zo is. Ik heb mooi weer besteld, maar je weet maar nooit. Maar want morgen is er iets te doen op het stadsbalkon. Wat ga je openen dan? We gaan het stadsbalkon sowieso openen. Die blijft tot het eind van het jaar blijft die daar staan. We hebben daar allemaal groene initiatieven lokaal uit Tilburg die daar een podium krijgen. En we hopen dat we daar mensen handvaten mee kunnen geven van hoe je kunt gaan vergroenen, onder andere in de stad. En dat je dat in je eigen achtertuin of voortuin kan gaan beginnen. En dat het heel makkelijk is. Nice. En wie zien we daar dan vooral? Noem een voorbeeld van een initiatief wat hier boven een plekje heeft gekregen. Ja, we hebben verschillende initiatieven. Ik vind het heel moeilijk om er nu eentje of twee uit te gaan lichten. Want het zijn er meer dan 16. De rest moeten mensen komen kijken. Je moet mensen een beetje teasen. Dus je mag niet alles noemen. Nou, ik heb toevallig net een mooie boekenboom in elkaar staan schroeven. Yeah. Daar komen allemaal groene boeken en dingen met thema's in die bij stadsnatuur horen. En Moes heeft ook een plekje. Groeituin 013 heeft uiteraard ook een plekje. Er zijn verschillende initiatiefnemers vanuit Een Bietje Groen die een locatie hebben bemachtigd. En wij hebben het samen met de gemeente Tilburg hebben het stadsbalkon heel mooi mee aangekleed. En daar zijn we nu de puntje op de i aan het zetten. Dus als ik ergens nog zaagsel bij me heb... Dan ik dacht dat je stoft een beetje toen je aankomt. Maar dat is het dus. Ja, dat was het. Ja. Ja, hartstikke tof. En je hoort daar ook van alles, hè? Ja. Ik was net even gaan kijken. Je hoort vogeltjes fluiten. Je ruikt ook de plantjes. En ja. Dus het is ook nog een beleving. Ja, en er is ook een botany booth. Dus er zijn plantjes waar sensoren opgeplakt zijn. En die dus op de beweging van de wind of als je ze aanraakt, gaan ze muziek maken. Oh. Dat is ook heel tof. Ja. Dus ook, gaan we daar ook nog een nummer van krijgen dan? Dat straks de plantenband... Ja, we hadden het er net al over. Eigenlijk moet het opgenomen worden. Want het is heel grappig, want als de ramen openstaan, dan waait het een beetje binnen. En dan gaan die planten dus bewegen. En dat is echt heel tof. Ik zou echt die muziek aan een van die artiesten geven. Ja. Kijken of ze daar eens mee kunnen. Ja. En in samenwerking met planten heb ik een nieuw nummer gemaakt. Ja, why not? Ja. Hartstikke bedankt, joh. En morgen dus moeten ze hier tegen zonsondergang, moeten we mensen hier zich hier verzamelen, naar boven gaan. Nou ja, het is besloten helaas, omdat officieel de lokhal morgen maar tot 5:00 open is. Oh, okay. Dus ja, omdat wij op 1 oktober wilden openen, het liefst met zonsondergang, hebben ze voor ons een uitzondering gemaakt. Ja. Maar op 3 oktober is er een VPRO tegenlicht uitzending waar je nog voor kan inschrijven. Dat kun je via de agenda van de lokhal of via Sense of Change website kun je dat checken. Ja. En ook op volgende week zaterdag hebben we in de binnenstad een route gemaakt samen met Center of Tilburg. Ja. En hebben meer dan 20 locaties waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Waaronder ook muziek, maar ook dat we het Pieter Vredeplein letterlijk gaan vergroenen. Het is nog een verrassing hoe we dat gaan doen. Beetje guerrilla? Een beetje grillen. Leuk, spannend. Ja, dus kom vooral kijken. Dus het winkelend publiek gaan we proberen te prikkelen op een positieve manier. De aandacht vragen voor hoe het anders kan. Dus komende weken, komende lokal, ga boven kijken. En volgend weekend sta je bij Pieter Vredeplein en daar gaat iets gebeuren. Nee, we hebben op 20 locaties in het centrum. 20 locaties in het centrum. Lokal is ook één locatie bijvoorbeeld. Ja. Kijk, genoeg te doen. Ja, dus kom naar het centrum. Heel veel succes, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En we gaan in ieder geval een paar van die dingen meekrijgen. Zeker, dat denk ik wel, ja. Succes. Dankjewel. Ja, een prachtig onderwerp natuurlijk. Duurzaamheid, vergroening, circulariteit. Ik kan me ook voorstellen, in de rol die jij hebt, er zijn zo ontzettend veel zaken die op je afkomen. Wat zijn nou voor jou prioriteiten? Waar ben jij nu echt het liefste op dit moment even op gefocust? Kijk, ja, op dit moment als wethouder in Tilburg is natuurlijk bestaanszekerheid een hele belangrijke... is een heel belangrijk onderdeel, misschien wel het wezenlijkste onderdeel van mijn portefeuille. Het bestaat ook uit bestaanszekerheid, kansengelijkheid en talentontwikkeling. En dat staat natuurlijk ontzettend onder druk door de stijgende inflatie, dalende koopkracht, stijgende energieprijzen. Veel een groeiende groep inwoners heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. En tegelijkertijd
hoort daar ook verduurzaming bij. Hè? Zeker als je het hebt over de stijgende energieprijzen. Het energiegebruik, dat moet naar beneden. Dat helpt natuurlijk wanneer je verduurzaamt. Dan kun je op de energietransitie daar je ambities realiseren. En tegelijkertijd ook het betaalbaar maken. Ik denk dat dat een van de dingen is die ik lang heb gezegd. Hè? De aarde die wordt warmer en de mensen worden armer. Dat zijn hele urgente thema's die ook in elkaars verlengde liggen. En ook een hele prominente plek hebben in ons akkoord. Het nieuwe akkoord in Tilburg, meer voor elkaar. Daarin hebben we 3 opgaves met elkaar benoemd. En dat is Tilburg kansrijk, Tilburg groen en duurzaam en Tilburg groeit, bloeit en bruist. En eigenlijk als je die 3 bij elkaar pakt, dan zit je op dat snijvlak van economie, ecologie en sociaal. En die kunnen alleen maar hand in hand vooruit gaan. Dat moet elkaar versterken. Ja, en nou zie ik jou ook vaak op landelijke tv steeds meer, hè? En ook in media. Je geeft ook lezingen. Met Tilburg als een soort context die je dan meeneemt. Wat is nou het verschil tussen hoe die andere steden deze problematiek benaderen en hoe jij dan Tilburg daar presenteert of hoe je hier kunt werken? Ja. Nou, wat me vooral opvalt en waar ik ook een zorg bij heb, zeker nu, ook in, als je het kunt spreken over een crisis, hè, met stijgende energieprijzen, dan zie je dat we vaak van crisis naar crisis gaan. Mm-hmm. Dat er wel het bewustzijn wat armoede met mensen kan doen, dat wordt vergroot. Maar vervolgens door de crisis blijven we haken op algemene maatregelen. Generieke maatregelen voor een grote groep die de gevolgen van armoede wel een beetje dempen. Dus het is echt wel nodig om dat ook nog te kunnen doen. Maar die met alle respect de oorzaken van armoede niet wegnemen. En dat kun jij hier wel beter aanpakken. Nou ja, in Tilburg hebben we een aantal jaren gekozen voor nieuw beleid. Ja. Tilburg investeert in perspectief voor de groep mensen die een uitkering heeft bij de gemeente. En het bestaanszekerheidsbeleid voor mensen die wel gebruik maken van onze regelingen, maar bijvoorbeeld wel werken. Soms niet fulltime of niet met een minimumloon. En daarvan hebben we gezegd, nou, op het moment dat je je dus aanmeldt bij de gemeente, via omdat je een uitkering hebt of omdat je gebruik maakt van zijn regelingen, dan willen we vanuit vertrouwen en nabijheid kijken wat een ieder nodig heeft om de volgende stap te kunnen zetten. Dus ons bestaanszekerheid. Die een ieder, die personen, die pak je hier ruimer aan. Ik bedoel, ja, dus daarmee te zeggen, in andere steden heb je dan heel specifieke personen die daar dan recht op hebben. En hier is dat dan meer marge of zo? Nou, wat je vooral ziet is dat heel veel gemeentes werken met generieke maatregelen. Ja. Dus er zijn veel gemeentes die een vorm van een meedoenregeling hebben. Ja. Voor de groep die daarvoor een aanmerking komt tot een bepaald inkomen. And that's it. En dat zit. Daar zitten geen marges in. En daar zitten soms wel marges in, maar het blijft bij een generieke maatregel. Terwijl wij zeggen van laten we erop afgaan, aanbellen. U maakt gebruik van onze regelingen. Waarmee kunnen wij u nog meer helpen? En wie gaan daar dan op af hier? Dat doen onze consulenten bestaanszekerheid. Okay. En dan moet ik wel zeggen, daar zijn we 2 jaar geleden mee gestart. Maar door corona konden die huisbezoeken natuurlijk niet plaatsvinden. Nee. Dus we zijn in april weer gestart met een aanvalsplan. En vanuit die huisbezoeken halen we natuurlijk heel veel informatie op, waardoor we ons beleid ook weer kunnen aanscherpen. Dus ja, de maatregelen zijn nog steeds nodig, generiek. Hè? Want mm-hmm. Dat helpt ook. Dat kan ook een grote groep bereiken. Mm-hmm. Tegelijkertijd mogen en wil ik ook geen genoegen nemen met alleen maar de gevolgen van armoede dempen. We moeten echt kijken naar de oorzaken. En die zijn heel veel divers. En daarvoor is gewoon maatwerk nodig. Ja. En dat vind ik ook. Want ik heb je ook een keer een programma gezien met een van onze Tilburgse dames in de doelgroep. Hani. Zo, ik kon hem echt. Zij hield het ook niet droog. Maar toen ik haar zo zag over hoe in individuele gevallen het zo mis kan gaan. En zij zich zo in een hoekje gedrukt voelt. En niet begrepen. En eigenlijk bijna zich ontzettend schaamt. Ja. Ik hoop dat dat een heel belangrijk, het menselijke deel. Dat daar vaker heel scherp en goed naar gekeken wordt. Ja, dus dat betekent ook vooral je oor te leggen bij al die inwoners die hiermee te kampen hebben. En die dus hun verhaal met je delen. Dat voel ik als een enorme verantwoordelijkheid als ze dat doen. Want ik weet dat het niet meevalt om dat te doen. En nou, bewustzijn, dat begint te groeien. Zie ik wat de visueuze cirkel eigenlijk naar beneden, wat armoede daarin betekent en hoe dat een dagtaak is. En ik wil graag dat we dat nog verder brengen. Door echt de structurele aanpak van een dieper probleem doen. En dat we ons niet beperken door van de ene crisis naar de andere crisis te hollen. Ja. Laten we daar kijken of we daar ook verder kunnen gaan. Want dat bewustzijn vind ik heel mooi. Er zijn allerlei manieren van, om met bewustzijn bezig te zijn. En iemand die er ook mee bezig is, dat is Anneke Mors. Die is net aangeschoven op de kruk. Ja. Welkom. Hallo. Anneke. Jij bent aanwezig omdat er hier een prachtige expositie gaande is. We kunnen echt de randjes ervan zien. Ik zie hier echt, voor de mensen thuis, ik zie gewoon een boom in een auto. Dat zie je niet elke dag.
De expositie heet Stad is Natuur. Vertel. Ja, om het volledig te zeggen, Stad is Natuur. Door de ogen van kunstenaars, vormgevers en landschapsarchitecten, architecten. Ja. Het is een beetje gek voor mij om erover te praten, want ik zit al precies met mijn rug naar de expo. Maar wij kunnen het wel zien, dus we zien precies waar je het over hebt. Oké. Okay. Ja. Ja, het is inderdaad... je hebt aan de voorkant van de expo staat De Reizende Boom van Hein van Duppen. Ja. Een knalrode auto met een gat in het dak waar een boom uitsteekt. Dat is wel echt de eye-catcher van de expositie, waardoor mensen daar ook vaak de expositie ingetrokken worden, zeg maar. Dat is Hein van Duppen is een Tilburgse kunstenaar, ruimtelijk vormgever. En hij wil met zijn werk de aandacht vragen voor het vraagstuk van... Waar kiezen we nou eigenlijk voor? Kiezen we voor plaats voor de auto, parkeerplaatsen? Of kiezen we voor wat zo belangrijk is op dit moment voor klimaatadaptatie, meer bomen in de stad? En daarachter heb ik een soort indeling gemaakt in drie, tussen aanhalingstekens, kamers. Waarbij je vanuit een verschillend perspectief kijkt naar de relatie van mens en natuur in de stad. Dus in één kamer gaat het meer om... Het benutten van de ruimte, van hoe wij ruimte efficiënt kunnen inzetten ten behoeve van klimaatadaptatie, maar vooral voor onszelf. Mm-hmm. En dan is er een middelste kamer waarbij meer de samenwerking met natuur wordt aangegaan, waarbij de natuur een canvas krijgt, een plek krijgt om vanuit te groeien. En dan is er een derde kamer, die gaat over ruimte delen, waarbij je als mens een stapje naar achter zet. En kijk wat er gebeurt met de natuur als wij niet ingrijpen. Hoe de natuur zelf zijn weg vindt in de stad. Of waarbij een werk staat, dat heet Lingua Planta. Dat gaat over de manier waarop planten communiceren via hun geuren. Dus het een sluit het ander niet uit. Het kan allemaal heel complementair zijn om natuur in de stad te versterken. Ja, en natuur is heel krachtig, hè? Natuur wint altijd. Maar je hebt het over klimaatadaptatie en dus de natuur heeft toch hulp nodig. Maar wat is dat precies, klimaatadaptatie? Ja, we hebben de laatste periode denk ik allemaal wel aan hun lijve ondervonden dat het klimaat verandert. Dat we periodes hebben van droogte en extreme regenval. Veel mensen zien het misschien niet, maar weten wel dat biodiversiteit terugloopt. Dus dat zijn allemaal gevolgen van een veranderend klimaat. Dus we zullen andere manieren moeten vinden waarop we ons aanpassen aan het klimaat. Waardoor we wel goed kunnen omgaan met hitte in de stad of wateroverlast. Mm-hmm. Of hoe we toch meer een impuls kunnen geven aan een grotere biodiversiteit. Ja, en dan zie je toch die prachtige kunstwerken die ook wel al een combinatie maken van natuur en stedelijke uitingen. Bijvoorbeeld die boom in die auto. En... Ja, klopt. Ja. En ik heb ook heel bewust ervoor gekozen om in deze expositie een combinatie te maken van installaties, kunstwerken en levend groen. Want uiteindelijk gaat het daar om. Je ziet bijvoorbeeld in de tentoonstelling één werk wat ik zelf heel verhelderend vind. Dat heet De Onderwereld. Dus van Studio 1 op 1. Ze hebben een... het ziet eruit als een maquette, maar het is eigenlijk een spel, een serious game. Waarbij je ziet wat zich onder de bodem bevindt. Dus zo dat, een wortelstelsel denk ik dan aan bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, maar ook, er zitten ook heel veel andere dingen onder de grond waar we ons niet zo bewust van zijn. Dat er ontzettend veel kabels en leidingen onder de grond zitten. Of afvalcontainers of funderingen. Dus je kunt wel willen dat er overal bomen in de stad komen, maar dat kan niet overal. En net daarnaast is een werk geplaatst dat heet de boomveer. Dat is een boom die hangt met zijn kluit in de lucht. En dat is een mogelijke oplossing, één van de mogelijke oplossingen, om bomen te plaatsen op plekken waar het anders niet kan. Kijk, dus eigenlijk een heleboel vernieuwingen. Want we hadden het net over de individuele situatie in de stad. En jij zegt, ja, we moeten ook voor het grote geheel. Dus jij bent eigenlijk van, als de hele stad groener, prettiger, aangenamer wordt, dan gaan de mensen daar hopelijk ook profijt van ondervinden thuis. Ik denk dat het ook sowieso onvermijdelijk is. Want we hebben steeds meer te maken met veranderingen van temperaturen, extreme. Mm-hmm. En we hebben ook te maken met verdichtende steden. En verdichting moet eigenlijk altijd hand in hand gaan met vergroening om de steden leefbaar te houden.
En Tilburg is wel een van de meest stenige steden van Nederland en misschien wel van West-Europa. Ja, en het cynische ervan is ook, daarom heb ik die boom ook in de expo gezet, dat ik heb hier een lindenboom in de expo gezet. De naam van de stad Tilburg is waarschijnlijk afgeleid van het woord tilia en dat is de Latijnse naam voor lindenboom. Dus het is dan wel weer grappig dat een stenige stad is vernoemd naar een boom. Ah. Dus we moeten hier heel veel lindenbomen gaan planten. Nou, die zijn maar in ieder geval klimaatbestendig. Even dus. Voor jou, Anneke. Want ik heb laatst deze week een groepje van 10-12 jongeren de stad ingestuurd en gevraagd, gaan jullie nou eens gewoon fotograferen wat jullie mooi vinden? Mag alles zijn. Ze kwamen allemaal met groene gevels terug, met sprietjes die tussen tegels groeien. En dat maakt hun toch rustig of gelukkig of wat. Dus er is wel een toekomst. Stemt hoopvol. Ja. En een van de werken die ook refereert aan wat jij nou noemt, van sprietjes tussen de tegels. Dat is het werk wat hier staat van Hans van Lunteren. Dat heet Zaailingen in de stad. Het gaat erover dat, wat gebeurt er met de natuur als wij niet ingrijpen? En er zijn ook, dus hoe de natuur zelf zijn weg vindt. En er zijn ook in die zin een paar. We proberen op alle manieren deze tentoonstelling levend te maken. Door levend groen in de tentoonstelling. Maar ook, het is ook een nu levend onderwerp van duurzaamheid en stadsnatuur. Maar ook door een uitgebreid randprogramma te presenteren bij die expo. En wat is dat randprogramma? Kun je dan wandelingen gaan maken of zo? Ja, er zijn op 1 en 8 oktober zijn er wandelingen in het spoor van de Zaailing, hier in de spoorzone. En waar starten ze? Je start hier in de lokhal, maar er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar. Okay. En dan moet je even een briefje hier bij de lokhal invullen en in een box gooien. Dus kom naar de expositie. Hij staat in de lokhal. Hoe lang staat hij nog hier? Tot en met 20 november. Tot 20 november. Heel welkom. Heel welkom. Zeker. En schrijf je gelijk in als je nog een van de wandelingen mee wil maken. En als er nou in één keer 100 briefjes liggen, dan komt er misschien wel een bonuswandeling, toch? En kijk vooral ook op de website van Kunstlok, want daar staat ook het randprogramma op. Super. Gaan we doen. Ontzettend bedankt voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Heel veel succes met de expo. En we gaan daar nog een keer doorheen lopen. Dankjewel. Bye. Ja, mooi onderwerp toch? Ook. Zeker. Ja. En ik kan me voorstellen, voor sommige mensen ligt dit op het puntje van hun aandacht. Maar andere mensen zijn met hele andere dingen bezig. En dat heeft een beetje te maken met de kansen die we hebben in de stad. Hoe zie jij je rol en je vorm? Zet je daar heel erg voor in om die kansen, ongelijkheid die er nu is, om die weer een beetje op niveau te krijgen? Want is dit ook daar een onderwerp bij? Nou ja, het hoort in ieder geval bij de ontwikkeling van de stad. Hè? Als je wil dat mensen naar een zelfstandig bestaan gaan en dat perspectief ervaren, gaat dat verder dan alleen maar geld en inkomen. Ja. Het gaat ook om een betaalbare dak boven je hoofd, om dakbesteding, om onderwijs en je zorgen maken om je financiën. Dus dat hoort allemaal bij elkaar. Nou, in die enorme opgave van woningen die we gaan bouwen, zeker hier ook in de binnenstad, dan kan het niet anders dat het ook gaat met vergroenen. Dus die gaan altijd hand in hand. Even over die kansenongelijkheid, want je hoort heel vaak de slogan kansengelijkheid voor iedereen. Ja. En dan denk ik, nou, dat is volgens mij helemaal de verkeerde basis, want in mijn ogen is de basis kansenongelijkheid voor iedereen. Want we zijn allemaal verschillend, dus die kansenongelijkheid, dat is toch eigenlijk de basisstructuur. Ja, vooral als je kansengelijkheid ziet, als we zorgen dat iedereen de gelijke kansen heeft en dan zijn de uitkomsten straks ook hetzelfde, dan is dat de verkeerde basis. Ik probeer veel meer te denken in mogelijkheden. Dat een ieder van jongs af aan al, want het begint al met een hele kansrijke start in de eerste 1000 dagen en daarna naar school. Dat een ieder mogelijkheden heeft in zijn omgeving, of dat nu op school is of daarbuiten, om de opleiding te kunnen volgen die bij hem of haar past, om de dingen te kunnen doen. Maar hoe is dat dan in Tilburg? Want ik werk veel met jongeren en ik zie dan toch wel de risico's toenemen. Zeker. Om die en ook de kwetsbaarheid van de jongeren en bedreigingen op allerlei terreinen. Hoe ben je daarmee bezig? Nou ja, het is precies waar ik me vooral mee bezig wil houden. Ja. Als je het hebt over bestaanszekerheid. Wanneer ik net zei van we gaan van crisis naar crisis, dan hebben we het over tijdelijke problematiek van het hier en nu, terwijl kansengelijkheid vraagt om een lange adem. Hè, dan ga je proberen die, zoals ze dat met een moeilijk woord zeggen, intergenerationele overdracht van armoede, dat van generatie op generatie overgaat, probeer je te doorbreken. Daarmee zet je in op ouders, maar je zet ook in op kinderen. Dus al op jonge leeftijd ze laten proeven. Maar hoe doe je dat dan? Ga je dan die basisscholen in met extra programma's? Of bijvoorbeeld?
Het is in ieder geval, dat begint al bij de zwangerschap. Gezinnen die naast talent vooral kwetsbaar zijn, om die te begeleiden. Het gaat met programma's op scholen. Je kunt denken aan weekendschool, zoals IMC of Petje Af. Waarin kinderen eigenlijk in aanraking komen met allerlei beroepen waar ze misschien nog niet eens van gehoord hebben. Om de wereld te vergroten. Ja. Tilburg is een van de gemeenten die nu mee gaat doen als koploper of als pilotgemeente met een rijke schooldag. Ook daar ga je met elkaar proberen om zoveel ervaringen om mensen te, kinderen te laten en jongeren te laten ervaren van kunst, muziek, cultuur, sport. Om te ontdekken waar hun talent zit, doen we ook via onze Lea, die als het goed is maandag inderdaad. Dus je kijkt inderdaad niet alleen naar die bedreigingen, je kijkt ook naar de kansen van, om te kunnen sporten, om muziek te kunnen maken, om misschien creatief bezig te zijn. Ja. Je wil eigenlijk dat perspectief vergroten, vaak via school en de omgeving waarin kinderen opgroeien. Ja. De ouders daarin meenemen is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Dus het betekent ook dat wanneer ouders zich zorgen maken om hun financiën, dat je ook dat perspectief probeert te veranderen door naar baan. Je probeert eigenlijk het netwerk, zoals we dat zeggen, het sociale basis waarin mensen weer met elkaar omkijken. Want dat gebeurt vaak in de wijken, in de buurten, soms zelfs op het niveau van de straat, om dingen voor elkaar te krijgen. We zitten nu, want ik begrijp, je hebt een drukke agenda, dus we moeten je dadelijk helaas afscheid van je nemen. Nu al? Ja, tenminste, ik heb begrepen dat, als je wil blijven zitten, hartstikke welkom, graag zelfs. Ik zag net iets, ik kijk graag naar mensen en volgens mij doe jij dat ook. Want ik zit hier soms wel eens mensen en dan zit er iemand op die kruk en dan zie je mensen, die kijken niet daarna. Maar ik zie dat jij helemaal in die persoon bijna duikt en in het verhaal wat mensen te vertellen hebben. Ik kan me voorstellen dat je dat veel doet, dat je vaak als je mensen voor je hebt helemaal in hun verhaal gaat. En in de verhalen waar we het vandaag over hebben, is er nog recent iets geweest waarvan je zegt van nou, ik had weer zo'n klein verhaaltje, wat wij misschien niet zien, maar waar jij in de wijk of bijvoorbeeld bij de viering van vandaag of bij de onthulling, een klein verhaaltje waar jij echt denkt van daar zou ik graag dingen voor willen doen voor zo'n verhaaltje. Zo, dat is een Een kleine ontmoeting of een klein mens of iets waarvan jij zegt van nou, dit ben ik de afgelopen weken tegengekomen, dat blijft me bij. Nou ja, die maak ik natuurlijk in allerlei vormen en maten mee, dus ik vind het heel ingewikkeld om nu iets te noemen, maar als ik dan toch iets mag noemen, dan is het gisteren wel bij een verzorgingstehuis. Dus het was niet waar ik vanmiddag was, maar waar een jongere die een moeilijk traject heeft gehad en verschillende scholen en is afgehaakt, helemaal op zijn plek is gewonnen en gewoon de ruimte heeft om zijn talent te kunnen ontwikkelen. En dat gaat soms met twee stappen vooruit en dan een stukje pauze, maar in een omgeving zit en helemaal tot zijn recht komt en zijn plek in de zorg heeft ontdekt. Nou, en als hij dan het verhaal vertelt over hoe blij die is, wat die kan betekenen ook voor de ouderen en hoe hij weer ervaart onderdeel te zijn van een samenleving. Ja, ik vind dat fantastisch en dat gun ik eigenlijk iedereen. Ja, nou ja. Dat is mooi. Als je mensen kunt helpen dat ze van betekenis zijn. Zeker. Ja. En vooral dus dan de geraaktheid door het feit dat het kan. Ja, zeker. Dat die stappen gezet kunnen worden en daar moeten we als stad beetje bij beetje naartoe werken. Dat we iedereen die kansen geven om dat gevoel te ervaren wat je hebt ervaren. Vooral deze ervaringen die maken dat je nog harder inzet. Het zijn niet de grote kwantitatieve gegevens. Het zijn deze stappen waarin je ruimte creëert voor mensen om een volgende stap te zetten die mij heel blij maken. Nou. Ja, we willen dus nog heel graag door, maar we hebben ook er komt dadelijk muziek en ik heb begrepen dat je tijdens de muziek van ons afscheid gaat nemen. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend en zet hem op het laatste kwartiertje. Ontzettend bedankt en kom nog een keer langs. Altijd welkom. Dames en heren, Esma Lalla, ontzettend bedankt. En we hebben aan de lijn, want we gaan het dan nu even hebben over muziek. Ja, en wie hebben we dan aan de lijn? Is dat Ben? Nee, ik heb toevallig wel gezien voor de mensen die in de lokhal zijn. Hij was live te spotten. Ik zag even bellen met Ben. Onze Ben, die loopt hier ergens rond in de lokhal. Dus ik weet niet of je toevallig in de buurt... Laat me zo maar eventjes nog hoor zeggen. Dan kun je ook een keer een gezicht erbij zien. Maar we hebben Richen Zeebrechts aan de lijn, als het goed is. Yes, dat klopt. Hey, daar is ze. Hi. Dag Richen. Hi. Heb je een beetje mee kunnen luisteren? Een klein stukje, ja. Ja, ik weet niet of jullie ook natuurlijk als je bij 3 voor 12 muziek aan het opzoeken bent. Heb je het ook wel eens over de diepe onderwerpen des levens met elkaar? Soms wel. Als we lekker vergaderen en we doen daarna borrel. Ja, ik kan me goed voorstellen. Er komen er wel eens andere dingen als muziek aan bod. En heel mooi, misschien die zou ik in de gaten houden. We hebben vandaag Diebertje Vorstenbos gehad in de uitzending. En die is bezig met Sense for Change. En die is met muzikanten bezig om te kijken hoe muziek in al die moeilijke vraagstukken kan helpen. Misschien wel leuk om daar een keer mee te linken en een leuk stukje mee te doen. Ja, nou toen toevallig onze hoofdredacteur, die is heel actief bezig met Sense James. Dus, kijk, nou perfect. Nou, dan hoop ik dat daar nog een keer iets van gaan horen. Maar je hebt nu iets anders voor ons meegenomen. Waar gaan we naar luisteren? Ja, klopt. We hebben vandaag een track van een Tilburgse rapper die meedoet aan de popronde dit jaar. Oh, nice. Komt hij al snel de popronde? Wat zei je? Komt hij er allemaal snel aan de popronde of niet? Of is het al geweest?
Hij staat niet in Tilburg. Oh, ja. Maar vanavond wel bijvoorbeeld in Eindhoven. Dus. Oké. Okay. Maar goed, zijn naam is QN. En ja, het is nu een beetje een jaartje wat stiller geweest rondom hem. Maar hij heeft vorig jaar wel bij het Tilburg gevestigde 162 Records getekend. Dat is een label van, muzieklabel van Ares. Kijk. En daar heeft hij eigenlijk een jaar lang aan heel veel nieuwe tracks gewerkt. En Stereo, dat zo heet het nummer waar we straks naar gaan luisteren. Nou, we luisteren al naar, joh. Track wat hij nu weer uitbrengt. En het, ja, het is een beetje zoals we gewend zijn van hem. Een track waar hij ja, heel openlijk en eerlijk rapt over zijn mentale issues. Nou, we horen hem al. Ik hoor hem al stereo in mijn oor links en rechts. Dus we gaan er even goed naar luisteren. Richen, luister lekker mee. Yes. Dit is QN met Stereo. Ik ben weer los en je ziet het aan mijn ogen. Alle flessen die ik bos. Ik zie geen bos meer door de bomen. Soms pak ik dagen geen slaap en word ik wakker in mijn dromen. Ik moet aan mezelf komen, want straks is het te laat. Ik wil niet meer luisteren naar huis. Waar kun je mezelf tussen de komen? Ik ben bang voor wat het lijkt. Maar ik hoef geen diagnose, ik vlucht als gewoonlijk. Yeah. Zes klokken en een fles cap, Coca-Cola, cherry of vanille. Kijk niet naar me als ik ver ben bewust, running my niet zielig. Solo, maar ik doe met de drieling. Hoofd vol, dus ik hoop niet op feelings. Het kan er niet bij, wil vragen om hulp, maar zo kan het niet zijn. Gedachten die zijn stereo. Ik hoor al die stemmen, maar weet niet van waar ze komen. Veel shots, geen video. Heb ik? Ja. Laat me ze tempo, want anders nemen ze over. Gedachten die zijn stereo. Ik hoor al die stemmen, maar weet niet van waar ze komen. Veel shots, geen video. Kijk, dat is ja, inderdaad diepgaande teksten. Hij maakt van alles mee volgens mij. En die zorgen verdrinkt hij soms. En hij hoort allemaal stemmen en hij weet niet waar ze vandaan komen. En wij hebben hier ook iemand zitten die allemaal stemmen door de hele stad is aan het laten, loslaten op allerlei kroegjes en podia. En ik ben benieuwd waar het over gaat. Want het is het festival Murf Murf wat dit weekend wordt afgetrapt. Nou, we trappen zo meteen zelfs al af bij Stoom hier iets verderop. En is dat ook een besloten aftrap of mag iedereen daar komen? Nee, dat is de pre-party. Die is gratis voor iedereen. En dan gaan we morgen met betaalde kaarten beginnen in De Vorst, Paradox, Little Devil, nou. Cine Sitter en Kunstpodium 2. Ja, nou, hier aan tafel zit Joep Smits. En die gaat ons vertellen. Dat Joep is Joep. Daar en Thomas zit hier. En hier zit Thomas Koevoets. Check. Thomas. Maar Murf, kun je mij eens in 3 woorden uitleggen? Ik tel gewoon mee. Wat Murf Murf Festival is. Oké, experimenteel, underground, ja, nou verrassend. Niet meer, nou niet meer, ja, nou weet heel de stad het, sorry. Nou is het niet meer underground, maar nog wel verrassend, denk ik. Ja, en ik denk dat het zelfs zo underground is dat ik niet eens alles ken. Hey. Nou, maar dan zullen we eens beginnen dan met het experimentele. Wat is er experimenteel aan? Nou, om te beginnen is het een festival wat interdisciplinair is opgezet. Dus het draait niet om muziek, het draait niet om performance, het draait niet om beeldende kunst. Het draait niet alleen om film, het gaat over alles in één en elkaar beïnvloed. Dus ook we zoeken naar acts waar dus combinaties te vinden zijn tussen verschillende disciplines. Dus bijvoorbeeld tussen film en muziek en dat hangt allemaal samen, acteurs. Ja, ja. Want ik reed hier naartoe en toen zag ik dat Cine Sitter ook Murf Murf heeft. Maar toen dacht ik, wat zou dat dan zijn? Een Murf Murf film? Nou, Cine Sitter doet mee als locatie. Hè? Ja. En we zijn eigenlijk afgelopen woensdag al begonnen met de aftrap daar, met de film Stalker. En die programmeren dus op woensdag. Gisteren hebben ze ook een film gehad van David Lynch. En maandag doen ze nog een film en dinsdag ook. En dus op zondag, zijn wel gewoon films bij Cine Sitter? Dat zijn eigenlijk gewoon films die aansluiten bij het thema. Ja. Ja. En maar een ander experiment, bijvoorbeeld in Paradox of in... In Paradox is eigenlijk alleen programma op zondag. En daar komt bijvoorbeeld de artiest uit Berlijn, Guido Meubius. En hij zet heel erg in op verschillende opnames. Die heeft bijvoorbeeld gemaakt in het veld, field recordings noem je dat. En die gaat hij ombouwen tot soort bijna techno-achtige beats. En nou, hij gaat ook bijvoorbeeld in het publiek. Hij laat het publiek meespelen met zijn muziek door iets met de microfoon te laten feedbacken, dat soort dingen. En je hebt nog veel meer locaties. Ja. Welke zijn al die andere en wat gebeurt daar zo'n beetje? Dus Theater de Nieuwe Vorst, dat is eigenlijk het centrum. Hè? Daar worden ook de tickets worden daar verkocht. Nou, je hebt daar de grote zaal is bezet.
Je hebt de kleine zaal, je hebt de rode salon, je hebt de kelder. En in al deze plekken zijn of bands of beeldende kunst of performance of ook meer heus theatergroepen. Dus dat is sowieso daar te zien. En dan Little Devils zijn meer het avondprogramma, meer de bands en wat performances zijn daar te zien. Ook wat videokunst en dan Kunstpodium T is ook beeldende kunst en optredens. Hey, en je bent met z'n tweeën gekomen vandaag. Ja. Joep zit ook. Zit jij ook bij om met ons mee te kletsen? Ja, kunnen we gewoon doen toch? Toch? Ja. Ja, ik vind het wel leuk. Je denkt, ik zit er zo gezellig wel op een eindje. Maar hoe heb je er zin in? Of is het? Ja, sowieso. Gaat het lekker? Ja, nee, we hebben gewoon de afgelopen weken gewoon super hard gewerkt. Weinig geslapen, liters koffie. Je bent zelf ook een beetje murf geslagen nou. Ja, wel. Ook thuisbezorgd is een beste vriend geworden. Ja. Dus je leeft op blikken bonen en pizza's? Ja, soort een van. Ja, wel. Maar ik ben super blij dat we het nou eindelijk gaan doen. En we hebben al twee kleinere edities tijdens COVID gehad. Toen was het alleen in de Nieuwe Vorst. Ja. En dit wordt eigenlijk de eerste keer dat we zeg maar een ongeremde versie van het festival kunnen gaan doen. En dat vergt ook veel meer voorbereiding, dat we meer locaties hebben, meer acts. Dus het is voor ons allemaal heel spannend, maar we hebben er ook super veel zin in. En dat overstemt wel de moeheid. Ja, sowieso. En ben je overal, want jullie verdelen denk ik een beetje de taken, wie doet wat. Is er iets waar jij echt bij wil zijn of een taak die je met volle aandacht moet vervullen juist? Ja, we hebben gewoon allemaal, iedereen in het team heeft eigen taak. Dus ik doe communicatie, Thomas doet muziekprogramma. We zijn met een team van 8, dus we hebben 3 programmeurs. Eentje doet theater, iemand anders doet alleen maar de kunst. Iemand anders artistiek leider, dan weer productie. En toen jij de communicatie deed, dus je weet eigenlijk van alles een beetje. Van alles wat er is een beetje, want je moet natuurlijk dan die lijntjes doorzetten en zo. Ja, check. Heb jij dan iets waarvan jij zegt van, nou die ga ik echt niet missen. Daar moet ik bij zijn. Even kijken, ja, ik heb er echt bij best wel veel. Ja, daar snap je. Ja, uiteindelijk alles natuurlijk. Maar even 1 of 2. Eleni Ploumi, die gaat in de Little Devil, dus is een metal bar. Zij gaat daar, zij is een choreograaf en danseres. En zij gaat direct na een punkshow, gaat zij door het publiek met een bank, loopt zij door het publiek en dan gaat ze midden in het publiek gaat ze een dansperformance doen met waarbij je de conventie zeg maar uit elkaar trekt van wat je met een bank kunt doen en wat een bank voor voorwerp is. En dat dan midden in het publiek. En dat wordt heel rauw en heel extreem. Verrassend. Ja, het is gewoon, je gaat gewoon dingen zien op het festival wat je niet op andere plekken ziet. Dat is heel de intentie van het experiment opzoeken, uitdagen, jezelf als bezoeker uitdagen. Ik denk dat is waar het festival om draait. Kijk, en Thomas, heb jij ook nog heel veel voorspel gehad? Heel veel voorpret? Ja, natuurlijk. Ja, om dit uit te gaan zoeken is natuurlijk heerlijk, lijkt mij. Ja, heerlijk. Ik ben al vanaf vorig jaar november al flink bezig om muziek goed passend te maken natuurlijk. En ik kijk vooral uit naar de band Koers uit Polen. Die sluit het festival ook af. Is een maffe band met rare maatsoorten. Ah. En instrumenteel ook, ja. Dus geen zang. En ik denk dat het gewoon een flinke knaller wordt. Nice. Klinkt bijzonder. Ja. Even een gewetensvraag, misschien voor jullie allebei. Hè? Als je nou met zo'n track bezig bent. Ik heb ooit een keer met een studenten gehad. We waren op filmweekend, gingen we film maken. En die dronken zich helemaal blauw aan dat energiedrankje met die stier. Ja, dat vind ik vies hoor. Ja, ook lekker. Ja, mij niet bellen man, mij niet bellen. Nee. Jullie gebruiken niks extra's om op de been te blijven. Gewoon lekker de energie met elkaar. En, ja, en misschien een keer een joint met Joep. Maar dat is meer om achteraf juist een beetje weer de energie eruit te halen. Even te chillen. Ja, ik krijg er wel energie van hoor. Met Joep dan hè. Even over qua communicatie vind ik wel dat jullie een ontzettend geheimzinnige naam hebben. Want ben jij Joep en Thomas, ben jij nou Murf en jij Murf of die naam die boeit toch gewoon iedereen. Hoe komen jullie daarbij? Ja, dat heeft ook al weer een maffe geschiedenis. Want wij zijn een groep van vroeger. Hè. We kennen elkaar van jongs af aan. Veel zijn naar de kunstacademie gegaan. En toen hebben Simon, Marijn, Ira en Marieke, die zijn op een gegeven moment een DIY kunstmagazine begonnen. En ze noemen dat Murf Murf. En het woord Murf is gebruikelijk met een F. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je jezelf niet meer kan weerhouden van het gebruikelijke. Zeg ik het nou goed? Ja, ik zeg het goed. Alleen, je kan het dus ook spellen met een W.
En dan, dus die spelling, wat is het nou precies? Dat houdt eigenlijk in dat je ook al niet meer jezelf kan weerhouden. Dus het wordt in zichzelf al een soort van vreemde gewaarwording. Nou, ik had deze week nog een nieuw woord waar ik helemaal verrast door was. Snuf of snus of snuk of iets. Maar dat is een heel heftig woord. Ja, snus, dat is een heftig woord. Wat? Ja, helaas is ja, je kent het nog niet? Nee, wat is het? Gelukkig, gelukkig. Maar wat is het? Nou, daar gaan we daar horen. We hebben iemand aan de lijn hangen van Novo de Kentron. Kun je ons horen? Ja, ik hoor je. Kijk, Eden was het? Ja. Ja, Eden van Novo de Kentron. Jij bent daar een van de mensen die met de buitenwereld praat om preventief ons wijs te maken over allerlei middelen die er zijn in de wereld. En snus is het volgens mij? Snus. Ja. Dat is iets nieuws. Tenminste, voor sommige mensen niet. Ik zie hier iemand van de regie klinken. Nee, dat ken ik al wel. Kun je ons daar iets over vertellen en wat het probleem daarmee is? Snus komt eigenlijk uit Zweden. Dus daar is het begonnen. In Nederland begint de laatste jaar onder de jeugd steeds meer toe te nemen. Het is niks anders dan een soort theezakje waar nicotine in zit. Waar de jongeren zeg maar onder hun bovenlip stoppen. En dan gaat het via je bloedvaart, wordt het opgenomen zeg maar. En dan, dan krijg je zeg maar een stimulus van dat meer adrenaline gaan afgeven. Waardoor je een opgejaagd gevoel gaat krijgen. Zeg maar dat is een beetje wat het doet. Dus puur nicotine. En ik heb begrepen, Elin, dat de bedreiging voor jongere kinderen met snus groter is dan andere middelen. Klopt dat? Kinderen? Je moet het zo zien. Kijk, nicotine wordt door het lichaam gezien als gif. Ja. Waar ik me zorgen maak is eigenlijk dat ze denken dat ze een vervanger hebben gevonden voor sigaretten. Alleen in één zo'n snus zit bijvoorbeeld tussen de 1 en 3 sigaretten in. Dus waar normaal gesproken in 3 sigaretten zit, zit nu in 1 zo'n theezakje. Wat ik dan meekrijg van de jongeren zelf is zeg maar dat op het moment dat ze het innemen, dat ze moeten braken, overgeven. Brandend gevoel in de onderlip zeg maar. Nou, maar dat is dan doe je dat 1 keer en dan is het gedaan met die verslaving. Maar ik heb nou juist gehoord dat er heel veel jongere kinderen, basisschoolkinderen, dat een ontzettend prettig middel vinden en dat het heel makkelijk in te nemen is. Nee, dat klopt. Het is ook heel makkelijk in te nemen. Alleen je gaat weer een nieuwe verslaving ontwikkelen. Dus we weten niet hoe dit verder gaat ontwikkelen. Op dit moment is het nog maar een hele kleine groep en het kan ook zo zijn dat weer overwaait. Soms is het een hype. En dan beginnen we ergens mee en dan zie je dat het ook uitblust. Dus vandaar ook dat we niet aan de grote klok hangen, omdat je daarmee ook misschien nieuwe groepen nieuwsgierig kan maken. Dus vandaar dat we daar een beetje voorzichtig in zijn. Ja. Nou, laten we je dan meteen nu ontzettend bedanken voor dat je ons al iets wijzer hebt gemaakt. Dat wij nu allemaal weten, als we kinderen in de buurt horen praten over snus, dat niet iets leuks of grappigs of een of ander spelletje is. Dat het iets is waar dat we zo snel mogelijk de kop in moeten drukken en waarvan hopen dat onze jongeren er zo ver van mogelijk wegblijven. Inderdaad. Ja. Dan ontzettend bedankt, Eden, dat je ons even te woord wilde staan en erover wilde vertellen. Mocht er nog een keer zoiets zijn, mogen we dan weer bellen? Want dit soort informatie is wel waardevol om te delen. Geen enkel probleem. Ik heb heel veel info dus die ik ook graag met jullie wil delen. En die info komt echt vanuit de samenleving. Dus ook van de jongeren zelf. Ontzettend bedankt, Eden. Heel veel succes. En we hopen dat dit snel de kop in wordt gedrukt. Dankjewel. Dankjewel. Fijne avond. Joep. Nou, niet doen dus. Uit Zweden. We hebben wel veel kunstenaars uit Zweden. Hey, dus, en dan even checken of ze niet gaan handelen met de jongeren hier. Want dat willen we juist niet. Ja. Misschien hebben ze al die zakjes buiten, want ik weet niet, man. Ik heb niks gezien. Nog geen gekke dingen. Maar, ik ook niet. Alleen mooie kunst. Ja, man. Dit weekend. Dit weekend gaan we heel veel mooie kunst zien. Ja, naar Smurf, Smurf. Smurf. Blauwe Smurf, enge Smurf. Let's go. www.smurf.nl of is er een... Murfmurf.com. Er staat alles op. Uitgeschreven. Kijk, nou, het was een bijzondere uitzending. We zijn van diepgaande gesprek met Esmalala naar lekker murf aan het einde, maar ook met een waarschuwing voor bepaalde middelen waar we uit de buurt moeten blijven. Ja, dat was weer een mooie. Ja. Dankjewel, Lumine. Nou, super fijn. Dankjewel, Regie. Dankjewel, dat jullie dankjewel gasten. Waren. Dankjewel. Leuk. Thanks. Thank you. Dit was dan bijna Til.